De Rode Duivels kunnen alle hulp gebruiken om wereldkampioen te worden. Daarom knutselt Henk Rijkaard elke week iets in elkaar om nog beter te kunnen supporteren. Met uw vrienden naar de voetbal kijken is plezant. Hè? Puntjes drinken, chips eten, samen roepen naar de tv. Maar ja, soms hebben uw vrienden geen tijd. Of heb je gewoon geen vrienden. Daarom ga ik een robot maken die dat probleem oplost. Oké, stap 1. Ik wil dat mijn robot even enthousiast is als ik. Dus als er een doelpunt gescoord wordt, dan zwaait het dus meer vlagjes. Oké, super. Hij moet ook nog lawaai maken, vind ik. Oké, we gaan eens kijken hoe enthousiast onze robot al is. Oké, vlagjes en lawaai. Oké, nu moeten we iets hebben om dat erop te zetten natuurlijk. Oh! Woe, yeah, enthousiasme. Oh ja, en voor de mensen die zich afvragen, waar is dat nu weer al? Dat is een omgekeerde stoel. Zie je dat? Kijk, stoel, robot. Stoel, robot. Ja? Vrienden zorgen voor heel veel ambiance, maar ook voor heel veel rommel. Hè, want die morsen van alles in uw zetel. Dus daarom ga ik een katapult maken die chips wegschiet. Met een wasknijper. Au, ah, ah. Oké, dat was geen goed idee. Hebben uw maten geen goesting om samen met u naar de Rode Duivels te kijken? Vertrouw dan op de Robomaat. Hij heeft chips, hij heeft bier. En als jij enthousiast bent, dan doet hij even enthousiast mee. En dan morst hij chips en bier, net zoals echte vrienden doen. Dus als de Rode Duivels nu geen wereldkampioen worden, dan zal het toch zeker niet liggen aan het enthousiasme van de supporters. Tot op de finale! Oh, rustig, rustig. Shit. Oké, een ander bekerke. Tot op de finale!